Welkom bij de Woning Zesdaagse. Nicky Terpstra! En Nicky, als jij zover bent, dan gaan we officieel met de 40ste editie van start. Met Nicky Terpstra en iedereen hier erbij. Het is aan jou! En Heine gaat zo hard dat Reinhard zegt, oh, ik moet nu naar dat wieltje toe. Attentie, kapiteintjes in Ahoy Rotterdam, want de boot is aangeweerd. Het gat is er, het gat is er en gaat er niet bij komen. Winnaars van deze koppelkoers, Hopperzak en Heine. En zo staat de top 6 bij elkaar. De mannen die hier in de VPN Rosato Sprinten met elkaar in de strijd aan zullen gaan. België in het oranje, hola! Lindsay de Wilder. In een tijd van 10.423, snel de tijd! Van Schip, ook wel jou willen Van Schip. Die wil naar voren, die wil naar voren, die vliegt daar voorbij. Die vliegt daar voorbij. Een regenboogkleuren die hier de laatste ronde gaat. En hier komt Havik. Havik blijft rijden, want daar komt de Wilder. Havik en de Wilder, Havik en de Wilder. Havik! Lafrijze houdt het tempo hoog, kijkt over het schalletje naar de versnelling van Jeffrey Hoogland. Oh, die mag er zijn en die duikt hier over Lafrijze. Hoogland, Hoogland, zo. Winnaar van het sprinttoernooi deze eerste dag. Namens Provato. Drie geweldenaren bij elkaar met onze rondemis erbij. Mannen van Hotel Ridderkerk, vooraan met Lindsay de Wilder die daar het tempo omhoog gooit. De wereldkampioenen, Hester Stipel en dan de wereldkampioenen met onder andere Juri Havert. Hester Stipel, Hester Stipel. Oh, Felicitaties voor Hotel Ridderkerk, Lindsay de Wilder, Jules Hester.